Recording. Hallo en welkom terug bij mijn YouTube-kanaal. Voor vandaag ga ik reviewen van een kussen met een gat erin, genaamd Pillow with a Hole. Versie 1, hier is versie 2. Maar wat is het? Nou, deze kussens, die zijn ontworpen voor mensen met bijvoorbeeld problemen aan het oor. Kan van alles zijn. Bijvoorbeeld, je hebt tinnitus. Je slaat met bepaalde apparatuur in je oor. Of, zoals ik wel eens doe, dat ik met mijn hoofdtelefoons op heb, omdat ik met muziek wil slapen. Al deze redenen heb je op een kussen op een of andere manier er last van. Daar hebben ze wat op bedacht in Engeland. Specifiek te zeggen, Julie Lay en Tim Lay, een echtpaar uit Groot-Brittannië, die wat hebben ontworpen. Namelijk een gat erin. Nou, dit zorgt ervoor dat de druk rondom je oor weggaat, of in ieder geval wordt verminderd. Hierdoor kun je beter slapen en kunnen ook mensen die iets op het oor dragen, om het oor dragen of in het oor dragen, kunnen nu eindelijk van een welverdiende nachtrust genieten. Hartstikke mooi, hartstikke leuk. En ik dacht, daar wil ik ook aan meedoen. Want ik heb er zelf ook last van. Ik ben zelf migrainepatiënt, dus als ik pijn aan mijn hoofd heb, vooral aan mijn rechterkant, wil ik de druk daaromtrent zoveel mogelijk verlagen. En ik was nogal, hoe zullen we het noemen, wanhopig. Op zoek naar oplossingen. En dan ga je van allerlei soorten gekke shit proberen. Dit is een van die gekke shit daarvoor. Daarnaast had ik ook altijd een warm hoofd, een warm oor. Dus een no-go. Voor een prijs van destijds ongeveer 60 pond, iets van rond de 70, 80 euro, kan ik misschien mijn welverdiende rust weer terugkrijgen. Zo was het idee. Dus, zodoende heb ik het aangeschaft. Laten we eens beginnen dan met kijken naar deze eerste versie. Want het allereerste aanzicht is dat het een vrij eenvoudig, recht toe recht aan kussen is. Behalve het gat erin doet het niet veel anders dan andere kussens. Maar het bedrijf zou natuurlijk niet een bedrijf zijn als ze toch wat dingetjes anders en beter doen. Het eerste is bijvoorbeeld dat ze nadenken over de afmetingen. Dat het past op vrijwel elk bed en maat. Het moet namelijk voor vrijwel elk persoon in elk bed zichtbaar en nuttig en toepasbaar zijn. En dat denk ik dat ze daarmee wel geslaagd zijn. Daarnaast ook hun materiaalkeuze zorgen ze ervoor dat ze met zoveel mogelijk ecologisch vriendelijke materialen werken. Die ook weer in de natuur herbruikbaar zijn. Want ja, je wilt geen slechte stoffen inademen. Dus ook op dat vlak denk ik dat ze goed scoren. Vanaf het begin af aan. Daarnaast vind ik ook de manier hoe ze het verpakken erg leuk. Je krijgt bijvoorbeeld naast een mooi boekje erbij die vertelt over wie ze zijn, wat daar allemaal, wat ze hebben aan assortiment, waarvoor het is. Moet ik zeggen, doen ze dat best wel goed. Je kunt zelfs ook nog een beetje customizen met een eigen hoesje eromheen. Hartstikke leuk. En ze sturen ook nog eens een bedankbrief mee met van alles en nog wat. En volgens mij zit er ook misschien nog wel een kortingscode op. Hartstikke handig. Het materiaal om te verpakken is erg simpel. Zou het gewoon in een plastic wrap, komt het binnen. Nou, vind ik helemaal goed. Dat is zo makkelijk mogelijk als het maar kan. En al met al komt er natuurlijk de grote hamvraag. Slaapkwaliteit. Hoe is dat? Nou, deze twee hebben allebei, wat mij betreft, hun voor- en nadelen over het slapen. En daar gaat dan het volgende stukje over. Want vergelijken van deze twee jongens. TLDR, ik denk dat de nummer 2 de winnaar is. Maar voordat ik dat zeg, eerst dan maar eens de voordelen van nummer 1. Het eerste wat ik fijn vind aan nummer 1 is hoe stevig het is. Ten opzichte van nummer 2, die echt wel een heel stukje zachter is. Ik hou van wat hardere kussens, is de 1 echt wel de betere versie. Ten tweede is ook de dikte. Je kunt het ook zien. Nummer 1 is een stukje dikker dan nummer 1. Ook dat vind ik fijn. En als laatste, kijk eens, het gat. Het gat in deze
is een stuk groter, past veel meer bij hoe het natuurlijke formaat van de oor is. En ook als je, zeker als je een over-ear telefoon draagt, dan komt dit echt een stuk beter uit de bus. Bij nummer 2 past het überhaupt zelfs niet eens in. Dus op dat vlak wint nummer 1 het. Maar wat echt gelijk al de grote breaker is in dit geval, is dat hier die rand ertussen zit. En die is zo hard dat dat verstoort gewoon je slaap. Daardoor kun je gewoon niet slapen. Dus helaas, daar valt hij al op af. Daarnaast dat nog steeds een hoofdtelefoon, als je op hebt, hier niet goed inpast. Hij mist gewoon een stukje rand. Of hij gaat trekken op de rand. En dat doet gewoon pijn. En als laatste is dit kussen, dit ja, sleeve die eromheen zit, niet zo makkelijk eraf te halen om te wassen. En ja, een kussen gebruik je elke dag, dus die wil je toch wel minstens 1 keer per week wassen. En dan is het heel belangrijk dat die makkelijk aan en uit kan. Dat kan hier niet zo echt bij. Goed, dan hebben we dus dan nummer 2. Want wat vind ik dan zo fijn aan nummer 2? Nou, het eerste is dat alle problemen die nummer 1 heeft, heeft nummer 2 niet. Super, hebben ze over nagedacht en ze luisteren ook naar hun klanten. Dus op zo'n vlak even petje af. Dan is het ook nog makkelijk om te wassen. Maar, dan kom je bij het volgende. Waarom vind ik het dan niet zo prettig, kussen? Wat heb ik hier nou geschreven? Ah ja, het eerste is dat hij niet zo modulair is als ik heb gedacht. Ik heb zometeen een lijst aan verbeterpunten die ik hierover wil vertellen. Maar ik denk dat er aan dit kussen nog veel meer gedaan kan worden en toegevoegd dan het nu is. Het kan een veel betere versie van zichzelf worden dan het nu al is. Daarnaast mis ik nog steeds dat als je gaat liggen en je, ik zal het zo eens even illustreren. Als je zo ligt, dan ligt dit natuurlijk op het matras. En hoewel er geen druk is op je oor, is er ook geen luchtairflow, want je sluit het helemaal af. En wat dat voor zorgt, is dat je oor nog steeds ontzettend warm wordt in de nacht, omdat er geen luchtverplaatsing plaatsvindt. Hierdoor ondermijnt het voordeel van dat er geen druk op je oor is. Het wordt nog steeds gewoon te warm daar, te zweterig, en heb je alsnog geen goede slaap. Dus ja, jammer. En ik denk ook dat ze de shape die ze hierin hebben gemaakt kleiner is. En vierkanter en niet meer passend bij het oor van de mensen. Misschien heb ik een gek oor, dat weet ik niet. Maar dat is wat er wel voor mij gaande is. En waarvan ik denk van, daar moet ook nog wat anders aan. Voordat ik even verder ga met het volgende segment van de aanbevelingen, wil ik eerst nog eventjes een klein compliment maken en een klein verhaaltje. Want deze producten kwamen namelijk niet zomaar bij mij binnen. Nadat ik het had besteld, eerst in de webshop, kwam het niet binnen. Ze zitten in Groot-Brittannië en voor de mensen die in Europa wonen, ja, valt het buiten de eurozone. Dus dankzij de Brexit moeten dus importheffingen betaald worden. Omdat dit een soort van gesponsorde video is, heb ik dit product gratis gekregen. En heeft de eigenaar Tim heeft de importheffing al betaald toen het bij mij aan zou komen. Echter, het kwam nooit bij me aan. Heel veel gedoe en gezoek uiteindelijk bleek het in een of andere opslaggeloos van de douane te liggen. Waar nogmaals eens een keer de importheffingen betalen. En dan 2 keer importheffingen betalen? Nee, dat zou niet moeten. Heel gek. Dus toen zei Tim, weet je wat? Bestel er dan nog eentje, maar dan via Amazon. En dan vergoed ik je op die manier het geld wel terug. Heb ik gedaan, kwam het wel binnen een paar dagen binnen. Dus waarom het misgaat in hun eigen webshop. Ik denk niet dat het aan hun eigen webshop ligt. Maar die zou ik even niet aanraden voor mensen die in de Europese Unie zitten. Koop het dan even via Amazon. Maar wel even complimenten voor Tim. Want Tim, die op de klantenservice zit, die ook de eigenaar is van het bedrijf, of mede-eigenaar, die stond mij te woord, hielp me ermee en die probeerde hem echt mee te denken en te zoeken naar oplossingen. En waarvoor, als het gaat om klantenservice, zeker. Je kunt van ze op aan, zijn heel weldenkende en meedenkende mensen.
daarom koop je graag bij zulke webshops. Goed, het verhaal is nog niet helemaal afgelopen. Want nadat ik dus het kussen van Amazon had gekregen, krijg ik letterlijk een week of zo later, nadat ik 2 maanden heb gewacht, toch nog het oorspronkelijke kussen vanuit de webshop. Waarschijnlijk heeft de PostNL hier een fout gemaakt en in plaats van dat het retour afzender moest, is het toch nog bij mij terechtgekomen. Dus ja, ik heb er even eentje over die ik niet gebruik. Heel bijzonder, heel speciaal, maar dat is dus even mijn stukje van het verhaal voor die pillow. Goed, komen we nu op het leukste onderdeel van de reviews. Want zoals de mensen weten, maak ik niet alleen reviews waarbij ik vertel over de afmetingen, kleur en dat soort dingen, maar ook vooral over wat er beter kan. Design philosophy, zoals ze dat noemen. Ontwerpfilosofie in het Nederlands, juist. Ten eerste over het stukje motto. Ik denk dat het bedrijf zich een beetje in de kijker kan spelen door iets te doen met de slogan Everything related to a good night of sleep. Alles gerelateerd aan een goede nacht slaap. Maak een kussen die helemaal de mother of all pillows is. Zodat je elke klant kunt bedienen. Of in ieder geval bijna elke klant. En dat dit dan ook het kussen is wat je gewoon mee wilt nemen. Waar je ook maar naartoe gaat, bij wie je ook bent. In elke slaapkamer, hoe dan ook. Er is dan altijd wel een pillow with a hole voor iemand geschikt. Nou, de verbeterpunten. En dit zijn nogal een paar. Ik moet hier ook eventjes kijken, want ik heb hier nogal een lijstje opgeschreven. het eerste wat ik graag zou willen zien is bij dit kussen dat die in hoogte verstelbaar kan worden. Dit kussen vers nummer 1 vond ik heel erg fijn, want het was op de juiste hoogte. Maar kussen nummer 2 is dat niet, die is te laag. Nu weet ik van het bestaan van matjes die je eronder kunt leggen. Maar ik zou graag liever willen zien dat Pillow of a Hole iets integreert in het kussen zelf. Om de hoogte te kunnen bepalen of in te stellen. Hoe? Is aan hun. Maar maak het een integrale oplossing van de kussen, van het kussen. Het tweede stukje is dat, zoals ik al zei, dat als je op het kussen ligt op deze manier. En alles ligt vlak. Is er geen airflow. Dus ik zou willen zien. Ik zou willen zien dat er iets aan de achterkant van een tunnel of een passage komt die naar buiten gaat, zodat er altijd luchtstroom hier doorheen is. Dat de hitte afgevoerd kan worden en koude lucht weer terug tegen het oor. Dat zal al een heel stuk schelen en zal het ook niet zo vacuüm trekken als dat het normaal gesproken is. Daar komt dan bij dat als je die echt een airflow wilt creëren, een hele kleine mini-ventilator die zo als een inkeping in de passage zou passen. Maak het modulair. Maar die zo zachtjes draait dat je niet eens de luchtverplaatsing voelt. Want dat wil je niet en dan krijg je echt een veel te koud oor. Maar dat er niet tenminste bewegende lucht is. Dat zal al zoveel schelen en het zoveel fijner maken. En ik denk dat dat echt een aanbeveling is. Om daar nog even aan toe te voegen, zou ik ook graag willen zien dat je hebt hier 4 ruimtes, 4 windrichtingen. Nu zou je er eentje kunnen gebruiken voor de lucht, maar dan heb je nog 3 andere plekken over. Daar kun je andere zaken in stoppen. We hebben bijvoorbeeld gedacht aan een soort van pouch die je erin kunt stoppen die een etherische olie verspreidt, naar keuze. Dan kun je hem gewoon zo eruit plukken, etherische olie erin plakken, erin doen en dan een automatisch spuitmondje die elke avond even een keertje pst, doet vlak voordat je gaat slapen en dan heb je een heerlijke geur voor die avond. Een ander dingetje zou zijn een stukje muziek. Er zijn op de markt producten waarbij je als je op het kussen gaat liggen hoor je de muziek en als je het oor eraf haalt niet, zodat je je partner niet stoort. Zoiets zou ik ook graag geïntegreerd willen hebben zien hier in de Pillow with a Hole. Hoe? Dat moeten jullie maar even uitzoeken. Maar dat zou heel fijn zijn. Ook zou ik graag ergens in de rand hier omheen een ruimte willen zien voor een slaapmasker. En zo'n slaapmasker die zo dik is, die zo'n beetje over je oogkassen heen valt. Om
dat je die kunt opslaan in je kussen. Zou ontzettend fijn zijn als zoiets kan bestaan. Eens even zien, wat heb ik nog meer gehad? Oh ja. Dit gat hier, ik snap dat, dat men aan het zoeken is. Het kan niet dit gat zijn, het kan niet dit gat zijn. Maar je moet aan zoveel oren voldoen die er maar zijn. Hoe doe je dat nou? Ik zou graag eens willen zien wat in staat stelt om het gat te kunnen groter maken en kleiner maken. Ik zou niet weten precies hoe je dat kunt doen, maar iets in die trant zou wel heel fijn zijn. Zodat elk oor erin kan passen. Want zodra je oor ook maar iets van het spul aanraakt, hoe zacht het ook maar is, is het gelijk vervelend en irritant. Omdat de rest van het oor al in het luchtledige aan het zweven is en dan dat ene stukje niet, creëert dat een heel ongemakkelijk en onwerkelijk gevoel. Voelt aan als dat je hele lichaam aan het zweven is, behalve je grote teen. Heel vervelend. Dus dat zou ik graag nog anders willen zien. Even zien hoor, wat ik nog meer heb. Adjustment mollusch, ik heb, ja, Mars, ja. O ja, compartimentaliseren van deze zaken. Want als het gaat om de hardheid en zachtheid, kan ik me voorstellen dat mensen bijvoorbeeld misschien een sterkere nekondersteuning willen, een hardere nekondersteuning, maar een zachtere zijkanten. Of misschien andersom, een zachtere nek en een hardere zijkanten. Immers, je hoofd is zwaarder dan je nek. Door het te compartimentaliseren op deze vlakken, dus je krijgt 1, 2, 3, 4 delen, kun je controle uitoefenen over hoe hard of zacht je bepaalde elementen wil hebben. En kun je het helemaal personaliseren als klant zijnde zelf. Zoiets zou ik graag willen zien. Dat zou, denk ik, echt enorm te goede komen. En daarbij dan ook de controle van de temperatuur. Vooral hier op de zijvlakken, dus deel 3 en deel 4. Als je het hoofd hebt en je hebt bijvoorbeeld een migraineaanval, is dus je hoofd heel erg warm. En de mogelijkheid hebben om op een of andere manier, misschien maar iets met elektriciteit, dat kan zowel kou als warmte opleveren. Ik weet niet hoe, maar het schijnt te kunnen. Dan kun je de temperatuur instellen voor de nacht, voor je hoofd. En dat kan dan ook een verzachtende werking hebben. En dus dat je makkelijker in slaap valt. En ook blijft. Even zien, wat heb ik nog meer? Oh ja, ik weet dat Pillow of Hol maakt ook kussens die meer op reisformaat zijn. Maar ik zou graag liever iets anders willen zien. Een kussen zoals dit, zelfs als hij stijf is, zou die gewoon ingedrukt kunnen worden. Dus als er een of andere carrying case omheen zou kunnen komen, die ook automatisch kan compressen en weer uit elkaar kan gaan, met bijvoorbeeld een handvat eraan, kun je een regulier kussen meenemen op reis waar je dan ook maar naartoe wil gaan. Als zoiets gebouwd zou kunnen worden, zou dat heel fijn zijn en zorg ervoor dat je minder varianten hebt, maar dat je maar één product die aan alle soorten omstandigheden kan voldoen. Zou heel fijn zijn. Even zien, wat hebben we nog meer? Oh ja, ik zou naast dat je het gat groter en kleiner zou kunnen maken, zou ik ook graag willen dat het gat meer gekeken wordt naar hoe de oren van mensen zijn. En dat alle vormen en maten van oren die er in de wereld te vinden zijn, op zijn minst een keer door het proces zijn gehaald om te zien van wat is nou de precies juiste grootte die het zou moeten zijn. Dat zal wel een werkje zijn, maar ik denk wel dat het ten goede komt. En voor de mensen die een dikke vette noise cancelling hoofdtelefoon draaien, zo echt zo'n over-ear model, zou ik graag willen zien dat er een kleine uitsparing in de bovenkant komt. Want als je ligt te slapen en je hebt je hoofdtelefoon op, dan gaat die band die gaat hier naar binnen. En nu raakt hij nog het kussen. En als daar nou een uitsparing zou zitten, dan ligt je hoofd recht op het kussen in plaats van nu dat het onder een hoek ligt. En dat is niet prettig. Dus ook dat zou ik graag anders willen zien. Nou, even zien. Dan heb ik er ook al over gepraat dat je kunt bepalen per compartiment hoe hard of zacht is.
Maar ik zou graag willen zien dat klant ook die mogelijkheid krijgt om dat te regelen. Dus dat je harder of zachter kunt maken op basis van wat je wilt hebben. Zakjes met het aanvullen en invullen van wat hierin zit om te kopen zou een welkome aanvulling zijn. Dan hebben we hier nog deze na die hierin zitten. Ze hebben er al bij geluisterd bij versie nummer 2 om dit te integreren. Maar deze naden zitten nog steeds of net op het oor of net aan de rand achteromheen. En het schuurt toch nog een beetje. Dus ik zou graag willen zien dat die naad veel dieper aan de binnenkant komt te zitten. Dat hoe je ook ligt, dat nooit jouw huid die naad zal raken. Waardoor het dus fijner slapen zal zijn. Althans, daar geloof ik dan in. Dan, als het gaat om de invulling van het vullen van vulmateriaal. Ze gebruiken nu een of andere wol uit Groot-Brittannië. En ja, Britse schapen zijn ook wel beroemd om hun wol. Nu zag ik ook wel dat ze eucalyptusvezels gebruiken. Dus we gaan dan een andere kant op. Ik zou ook graag willen zien dat merino-wol een optie wordt. Omdat het anti-allergisch is. En sommige mensen vinden dat gewoon heel prettig. Het zou fijn zijn als er verschillende soorten vulling aangeboden kunnen worden. Al niet ook in opvulzakjes om dat erin te stoppen. En wat heb ik dan als laatste? Oh ja, het stukje geluid. Volgens mij heb ik het al even verteld. Maar een klein Bluetooth speakertje die je met je telefoon kan verbinden. En dan als je erop ligt, dan hoor je geluid. Bijvoorbeeld 432 hertz muziek of gong muziek of weet ik wat allemaal. Tibetaanse zangkoren, noem het maar op. Maar iets wat je heerlijk doet, relaxen en rusten. Zodat uiteindelijk, zodra je op het kussen ligt, vrijwel iedereen binnen 5 minuten vertrokken is en een goede nachtrust kan en zal hebben. Goed, dat is het dan voor nu. Mijn conclusie op dit vlak is, het eerste model was een leuk begin. En het zal zeker voor een selecte groep mensen hebben geholpen. Geluisterd naar hun klanten, gaan ze naar versie 2 toe, die voor een wat groter publiek van toepassing is. En ik denk dat hier dat ze een schaalbaarheidsslag hebben gemaakt. En nu denk ik dat het tijd wordt voor versie 3. Versie 3 waarbij met de ontwerpfilosofie alles omtrent wat je nodig hebt voor een goede nacht slaap in één kussen te integreren. Eén kussen to rule them all. Als dat in versie 3 gemaakt zou kunnen worden, dan ben ik de eerste die in de rij zal staan om zo'n ding te kopen. En dan ga ik daar nog een review van maken. Gegarandeerd. Voordat we vertrekken, vind je dit een leuke video? Ik heb nog steeds, weliswaar van versie 1, nog een compleet ongebruikt kussen. Ik vind het zonde dat waar die staat. En ik wil hem graag aan jou geven als jij hem goed kunt gebruiken. Wat ik graag zou willen, is dat je mij een e-mail stuurt met waarom jij dit kussen nodig hebt. Misschien is het niet eens voor jezelf, maar voor een familielid, een vriend, noem het maar op. Maar ik stel als voorwaarde dat diegene echt hem moet goed kunnen gebruiken en een verschil zou kunnen maken in de slaap. Als dat het geval is, laat me even weten en ik stuur hem dan neer op. Komt wel neer op first come, first serve. Dus wees snel bij. En vergeet alsjeblieft niet, als dank dat je zoiets krijgt, om even de video te liken, het te delen met je vrienden en familie en help het om deze review meer views te geven. Hartelijk dank voor vandaag en ik zie jullie de volgende keer. Doei doei! Ah, cameraman, komt-ie! Oh.